Vandaag zijn wij op vrijdag 19 februari 2016 te gast in de mooie oude Statenzaal van het Noord-Brabants Museum voor de derde Kopenhagen Summit. Die zal plaatsvinden op het thema Europe of the Regions, Europa van de regio's. Dus wat is het belang van de regio's in Europa, in ontwikkeling, in economisch, sociaal, maar ook politiek opzicht. En we hebben een aantal fantastische sprekers. De eerste spreker is Wim van der Donk, commissaris van de Koning hier in Noord-Brabant. We zijn hier bijeen op een werkelijk fantastisch moment. De mooiste tentoonstelling van de eeuw heeft The Guardian het al genoemd, Jeroen Bos. En wij mogen dan nadenken over de toekomst van de economie, regionale economie in Europa. Regionomics is echt de toekomst. Vervolgens krijgen wij een video speech van mevrouw Corina Cretu, Eurocommissaris voor regionale ontwikkeling en beleid. Unfortunately, due to a last-minute commitment, I am unable to meet you directly in Copenhagen. But thanks to this great technology, I will have the opportunity to share my views with you from here in Brussels. In fact, as European Commissioner for Regional Policy, I found this is a privileged opportunity to emphasize the essential role that our regions are playing in delivering a better future for Europe. And this is reflected in our policy. The legal and policy framework for 2014-2020 represents a major leap forward in the involvement of regions in the design and delivery of our policy. Member states are now required to involve regions at all stages of programming and implementation of the European structural and investment funds. For us, this is a question of democracy, but also of quality and effectiveness of the policy. En vervolgens zal daar Chris Peeters een keynote geven. Chris Peeters, vicepremier van België. Een lange tijd minister-president van Vlaanderen geweest. En de keynotes worden afgesloten door professor Martijn Groenleer. Die zojuist benoemd is op een leerstoel Regional Law and Governance aan Tilburg University. En vervolgens gaat het tweede gedeelte gaat over de post-summit agenda. Waarbij dokter Jan Pelle, van directeur van de BOM, zeg maar de agenda zal zetten. En er zal dan plenaire discussie plaatsvinden. En het geheel wordt afgesloten met een slotwoord door Peter Nordanus, burgemeester van Tilburg. En vervolgens een bezichting van de Hieronymus Bosch tentoonstelling.